Hoi en welkom bij de Leaders Show. Dit is een pilot van een korte YouTube-serie, of lang. Ik weet niet hoe lang het gaat worden. En hierin gaan we kijken naar hoe leaders van televisieprogramma's werken. Wat is een leader nou eigenlijk? Een leader is de intro van een televisieprogramma. Het zet de toon, het zet de stijl. In deze serie wil ik graag op zoek gaan naar wat een leader nou een goede leader maakt. Het wordt leuk, het wordt een beetje nerdy van time to time, dus hou je vast. Maakt me ook niet eigenlijk uit hoeveel mensen er kijken. Ik kan ook gewoon gaan praten over katten. Hoi, Simon uit de toekomst hier en ik stop de video hier even, want tussen het opnemen van de leadershow en het uitzenden heeft opeen de leader aangepast. Hij ziet er nu zo uit. Misschien vind ik de oude leader nog wel mooier. Dus veel plezier met kijken en terug naar Simon uit het verleden. Vandaag gaan we kijken naar de leader van opeen. Voordat opeen op televisie was, zat er op hetzelfde tijdslot het televisieprogramma Pauw met Jeroen Pauw. Die vertrok, die ging minder televisie maken. Maar hij bleef wel betrokken bij opeen vanuit zijn productiehuis TVBV. En in een workshop van hem heeft hij een keer uitgelegd wat voor hem nou zijn programma maakt. Hij wil dat een talkshow een beetje is als een goed gelukt feestje. Met een grapje en de een haakt op de ander in. En om de sfeer van de nacht een beetje naar zijn studio te halen, had Jeroen Pauw in zijn studio een nachtclub gebouwd. Die tafel die stond in het midden en daaromheen stonden kasten met flessen drank, blauw uitgelicht. En mijn idee van de vormgeving van opeen, van hun leader, is dat zij dat nachtclubgevoel ook in dat programma hebben willen doortrekken. Iets subtieler, de kasten met drank die zijn door de glasbak gegooid, denk ik. Maar de opening van opeen die begint met een bordje dat aangaat, een neonbordje. Ik vind het ontzettend mooi hoe subtiel dat gedaan is. Dat nachtclubgevoel er doorheen, dat aangaan, dat flikkeren. Het logo heeft ook de vorm van het NPO 1 logo. Bijvoorbeeld Bo, een andere late night talkshow, die heeft precies hetzelfde idee. Maar daarbij is het net wat flatser uitgevoerd. Het bakstenen wandje op de achtergrond van Bo is ook heel erg plat. Waarbij op één de Eén echt in de P verscholen zit, dus daar zit ook nog een slimmigheidje. Laten we er gewoon even naar gaan kijken. Er zitten heel veel dingen in deze animatie. Kijk, er zit een 1, de P en de O die gaan er doorheen. Het knippert, dan de 1 weer en dan komen de letters door elkaar heen. En dan knippert hij nog een keer en dan gaan we er weer doorheen. En dan gaan we naar binnen, gaan we beginnen met de talkshow. Het zit heel goed op de muziek getimed, deze animatie. Oké. Dus hoe maak je nou zo'n intro-animatie? De meeste mensen in deze industrie die werken in een programma genaamd Adobe After Effects. Dat is een programma dat enige tijd kost om te leren. Het doel van deze video is ook helemaal niet een beginner-tutorial te zijn over After Effects. Die zijn er genoeg. Mijn idee is wel dat... Is mijn idee dat iedereen het kan volgen? Nou, kijk maar of je het volgt. Normaal gesproken werk ik over deze twee beeldschermen met After Effects. Heb ik hier klantenfeedback op staan en gebruik ik deze voor File Explorer. Maar voor het gemak van de tutorial en omdat jij waarschijnlijk ook op maar één beeldscherm kijkt, verander ik mijn workspace even zodat je nog maar één scherm hebt. Het lettertype is, denk ik, OSA One. Een Google font. Kan zijn dat hij iets afwijkt. En dan zie ik eigenlijk al gelijk dat ze die 1 heel netjes met die P gecombineerd hebben. En dat dit een ander lettertype is. Oké, dit is echt saai. Jezus. Dat zijn er een hoop mensen beter in tutorials maken dan ik. Ctrl-Shift-O om te outlinen. Ctrl-Shift-G om de groep te verwijderen. Even een ander kleurtje zodat ik het kan zien. Geel, jezus, wat een lelijke kleur. Oké,
Transparency een beetje omlaag. Zouden mensen dit soort tutorials plannen? Oké, dan hebben we de boel aligned. Dan selecteren we de boel. En met Shift-M kan ik de Shape Builder tool gebruiken. Alt, 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 Alt. Geen Alt om de dingen aan elkaar te verbinden. En dit stukje er nog aan vast. En dan hebben wij op 1. Maak ik deze weer even zwart. Duplicate op. Delete. En om die 1 te pakken, haal ik eigenlijk gewoon een gedeelte van de P weg. Shift M weer. Hop. En met de Shape Builder tool hebben we nu een 1 en een op 1. Oké, hartstikke leuk. Ctrl I om te importeren. En dan moet je erop letten dat je klikt op Composition Retain Layer Sizes. En dat staat allemaal goed. Oké. En dan hebben wij een compositie. En als we daarop doorklikken, dan zien wij netjes die lagen die we net ook hadden. Ja, hier zit die gradient in. Oké, ze beginnen met een gradient op de achtergrond. Ctrl I voor een nieuwe shape layer. Die noemen we BG, background. Gradient, ramp. Het is een radial gradient. En niet alleen dat, er lijkt ook een subtiel lijntje hier te zitten, zodat het duidelijk is waar ik moet kijken. Een flare. No fill. Directional blur. Blur length. En dan nog eentje met 90 graden. Hardlight. Hardlight is wel mooi. Nou, dan komen we er. Voelt alsof hij iets meer ruimte nodig heeft om te ademen. Zou die een drop shadow hebben? Ik denk dat hij een drop shadow heeft. Nee, ze hebben geen drop shadow gebruikt. Ik denk dat deze gewoon donkerder moet. Ja, daar komen we ergens. Maar ik heb nog niet het gevoel alsof ik er ben. En ik denk dat zij er nog een vignet overheen hebben gelegd. Gewoon een standaard zwart vignet. En dan de mode op. Soft light is het, geloof ik. Ja, een beetje transparantie. Zo, dat is beter. En dan kan mijn ruit wel iets donkerder. Ah, dat gaat de goede kant op. Jeetje, wat zitten er een hoop details in die het zo subtiel maken. Dat is ook waarom ik hem zo goed vind. Want hij is strak en wel subtiel. Oh, jeetje. Oh, de glow wordt zelfs minder over time. Oh, wat leuk. Oh, wat slim. Nou, nog Ctrl-X. Ctrl-V. Veel effect gooi ik eroverheen. En dan op wit. Zou dat gewoon een Gaussian blur zijn? Nee, dat is gewoon normaal geglowed. Oké. En er zat ook een transparency animatie op. U. Om de keyframes naar boven te halen. Transparency. Ja, dat voelt goed. Hij houdt even vast. Oké, dat is nog wel belangrijk. Ik knippert, houdt even vast, gaat weg. Heel kort houdt hij maar vast. Oké. Knip vast, weg. Scale. Groter worden. Hoe leid ik het oog? Dat is een van de basisprincipes in een animatie. En dan komt hij op één op me af. Hij staat al stil, dus dat is dik duidelijk. Op één pad. Zou er motion blur overheen zitten? Ik hoop het. Ik denk het niet. Jawel. Motion blur. Ja, ik snap nou wel dat ze dat extra rode laagje hebben toegevoegd. Het voegt toch net even dat extra. Hé, we zijn er nog niet.
Hoe groot is dit allemaal eigenlijk? Want daar heb ik nog niet naar gekeken. Of met inverted. Deze wil ik wel laten zien, natuurlijk. Deze moet ook even scheren. Vanaf super groot. Hoe zouden ze dit nou doen? Zouden ze nou gewoon elementjes maken waarvan ze denken, hey, dit is leuk. En dan brengt iemand die elementjes bij elkaar. Oh ja, en als ze in het midden elkaar kruisen, dan moet dat misschien... sowieso moet dat in het midden zijn. En misschien moet dat vertragen of zo. Ja, daar zit een vertraging in. En dan komt de ruiter weer in. Is deze lichter? Wat grappig. En ook hier zit weer een curve overheen. Je zou toch denken dat dit kleiner is? Zo, dit voelt logischer. Nou, dan doe ik dat. Heb ik de 1 nog een keer nodig? Ctrl copy. Tab. Ctrl V. Scalen. Zet met. En de ruiter onder. Ik zou dat op deze manier doen. Zouden zij dat ook gedaan hebben? Oh! Wat leuk. Het is een alpha inverted matte. En dan gaan we over naar een inverted versie. Dus dan doen we tak, tak, terug. En fade out. Waarom fade out? Wat stom. De kans is volgens mij wel spannender. Maar het werkt niet zo goed als tutorial als ik stil ben, hè? Ook hier. Shift D. Dan gaat die gewoon weg. En die wordt visible. En daar zit dan nog een 1 in gehouweeld. Zou dat gewoon die 1 zijn die ik al eerder gebruikt heb? Graag. Want dan weet ik zeker dat die op de juiste plek staat. Want ik denk dat ze dat korte openingetje pas later verzonnen hebben. Dat ze eerst die hele animatie gemaakt hebben. Nou, misschien moet alleen de O de O kruisen en alleen de P de P. Is dat hoe dit werkt? Is het echt zo simpel? Hoe zou die erin animeren? Ah, dat is wel logisch. Hey, dat is gek. Hij vult gewoon op. En gebeurt verder nergens. Want als je nou kijkt naar de punt, dan is die scherp. Nou, wat gek. Nou, oké. Ook zij hebben een foutje in hun intro-animatie zitten. Oké, conclusie. Wat heb je nodig voor een goede leader-animatie? Je moet de focus goed leggen. Waar leg je de focus? Hier ligt die de hele tijd in het midden, rond het midden. En wordt hij op slimme manieren die kant ook opgestuurd. Continu door zo in en uit te gaan. En door die in en uit te halen. En alle animatie hier af te laten spelen. En geen enkele grote belangrijke animaties hier. Een sterk concept. Hè? Het concept van de nachtclub zit hier er doorheen. En ook het concept van NPO1 en de kleuren van NPO1. Animatie op de muziek. Op iedere belangrijke beat zit een animatie waardoor de animatie en de muziek elkaar versterken.
Ja, dat was het. Gefeliciteerd. Je hebt het einde gehaald van deze eerste pilot aflevering van de Leaders Show. Ik denk dat het ongelooflijk saai was en nerdy. Maar goed, je hebt gekeken. Laat me weten wat je ervan vindt. Laat een reactie achter. Ik lees ze graag. Je kunt abonneren, maar ik weet niet of er een aflevering 2 komt. Doei.